Ontspan hier in die houding. Vooraf hadden we verwacht dat heel veel mensen heel erg positief zouden reageren. En daarom hebben we ook, we kunnen hier veel mensen kwijt. Er zijn 110 mensen per dag toegewezen. Alleen, na avond heb ik er twee lessen gepland waar er 3 en 4 in de les zitten. Dus acht personen van de 110 die zich aangemeld hebben. Dus dat is wel een beetje teleurstellend. Ik denk dat het een goed resultaat laat zien, dat er geen bereidheid is van de mensen. Dat ze zich eerst moeten testen voordat ze aan een les mee mogen doen. Ja, je moet je voorstellen, als je 2 keer in de week een les wil volgen, wat vrij gebruikelijk is, dat je dan 2 keer een test moet doen om aan de yogales mee te doen. Ja, dan ga je denk ik liever de les thuis doen via een alternatief kanaal zoals Zoom bijvoorbeeld. Waar denk je dat het aan ligt dat mensen zich niet willen laten testen voor zo'n les? Ja, goede vraag. Ik heb heel veel reacties gekregen. En ze zeggen dat je een beetje in een spagaat terechtkomt. En ik wil graag weer bij Gaia de yogalessen volgen. Maar de andere kant is, ze staan niet tegenover het testen van gezonde mensen. Waarom zou je je laten testen als je gezond voelt? En nu moeten mensen zich toch testen voordat je echt naar binnen mag. Ja, dan begrijp ik wel waarom mensen zeggen van, ik kom niet als ik me eerst vooraf moet testen. Dat begrijp ik heel goed. Ja, precies. Dus dat zijn reacties die je hebt gehad. Heb je ook nog andere soort reacties gehad? Ja, ik word een beetje plat gemaild door mensen dat we Nederland naar de afgrond proberen te helpen. Stalin volgen we, wordt ook wel gezegd. Dat het niet kan wat we aan het doen zijn. En dat we niet naar een testmaatschappij moeten gaan. En ik begrijp heel goed dat we niet naar een testmaatschappij moeten gaan. Maar om een stapje weer naar open te mogen gaan, zou ik er alles voor doen. En dan is dit voor mij nu de juiste keuze geweest. Squash Almere doet ook mee aan het testen voor toegang. Zondag 25 april is er een proefdag voor spelers van 27 jaar en jonger. Rond het middaguur worden er demonstratiewedstrijden gegeven. Maar ook daar bestaat de kans dat het testen de deelnemers tegenhoudt. Wat natuurlijk wel heel belangrijk is, je moet natuurlijk wel een test hebben die maximaal 40 uur oud is. Dus je mag eerst reserveren, maar dan moet je eigenlijk ook een afspraak maken bij een van de testenvoortoegangstraten.nl. Ik heb net even opgezocht, in Almere zijn er bijna geloof ik 5 of 6. Dus dat zal geen probleem opleveren, maar je zult dus wel zaterdag moeten gaan testen. Ja, het is een drempel. Het is een leeftijdsgebeuren. Daarbij de drempel dat je moet testen. Dus wij zijn ook wel benieuwd wat uiteindelijk de animo gaat worden. Daarom hebben we ook eigenlijk binnen die dag wat events op zich bedacht. Met name voor onze jeugd en onze topjeugd. Dus dat gaan we centraal clinics en trainings aan geven. Dat we zeker een benutting hebben van onze banen.